Ik heb net gember geoogst. Ik heb het hier geplant in mijn emmer. En dit is eigenlijk een, ik weet niet hoeveel liter emmer, maar weet je toch, de grote emmers. En dit is eigenlijk mijn eerste oogst na een paar maanden. Hi iedereen, welkom terug bij een nieuwe video Bio met Wirio. Ik ga vandaag wijzen hoe jullie zelf gember kunnen planten. Waarom moet je dan gember zelf planten? Omdat 1. Het erg duur is in de winkel. 2. Het is goed voor je lichaam. En 3. Is gewoon ontspannen. Om iets te planten in je moestuin of voor de mensen die eigenlijk geen veel ruimte hebben om te planten, je kunt dat doen in een emmer. Dus vandaag ga ik je wijzen hoe je dat heel snel kan doen. Oké? Je kan je gember ook planten in zo'n emmer, zwarte emmer, cement emmer, waarmee ze bouwen. En alvast maak je dan gaatjes eronder. Er doorheen zodat het kan draineren, dus water. Water gaat dan niet zitten erin. Ik heb hier alvast zwarte aarde. Dit is eigenlijk aarde, een beetje zand, een kleiachtig bodem, het is een plakkerig. En we weten allemaal dat klei vocht houdt of houdt veel vocht, dus het kan wel goed zijn voor gember. Maar ja, dat is precies zo. Kun je dan ook eigenlijk aarde gebruiken. Maar het moet wel een beetje zwaarachtig zijn. Voordat je gaat planten, heb je ook plantmateriaal nodig. En dat zie je hier. Dit heb ik intussen in een ander klein potje laten zitten. Voor een paar weken. Je ziet dat het spruitjes krijgt. Kijk hier, kleine spruitjes. Het heeft ook worteltjes gehad. Ik heb intussen mijn plantmateriaal al geplaatst in mijn emmer. Ik ga dan gedroogde gras gebruiken. En dat kun je ook doen als een soort humuslaag. Ik ga dan potaarde erin zetten. En potaarde kun je dan kopen bij Combimarkt. Daar heb ik mijn potaarde gekocht voor 58 SRD. Dat is heel een poos terug. Ook bij, Landbouwshop kun je dat kopen. En dan heb ik dat gedaan. Na een paar maanden ga ik dan wachten. Totdat het grote wortels heeft.